Goedenavond. Straks de voormalig wereldkampioen zwaargewicht Mike Tyson. Ooit een levensgevaarlijk heerschap. Tijdens een titelgevecht beet hij zelfs in het oor van een van zijn tegenstanders. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Tyson beterde zijn leven en hoe? U gaat het zien. Straks ook de twee grootste pianotalenten die ons land rijk is. De broers Lucas en Arthur Jussen. Wat een verhaal. Jong begonnen. En komend jaar al bijvoorbeeld op tournee naar Zuid-Korea. Geweldige jongens. Ook dat wat je noemt met beide benen op de grond. Met dank ook aan hun ouders. Maar is dit. Soms heeft één minuutje televisie vergaande consequenties. Toen we van de zomer in Zuid-Frankrijk op bezoek waren bij modeontwerper Mart Visser, liet hij ons iets zien wat hij tot dan toe volledig voor zichzelf had gehouden. Zijn schilderijen. Hobby, ontspanning, meer was het niet. Maar wel apart. Is dat van jezelf of niet? Ja, dat is van mezelf ook, ja. Ja, want je doet er altijd heel bescheiden over, maar dit is toch wel categorie not bad. Ja, en ik weet ook niet waarom het allemaal gezichten zijn. Maar je hangt het wel op zo'n plek op omdat je het mooi vindt. Ja, omdat deze net van de week nieuw was. Dat ik dacht van, ik had nog ergens een oude lijst. Dus dan dacht ik, ja, het kleurt weer lekker. Wat een plek, dit atelier naast het huis. Dors ma ville aux pluies d'automne. Odeur de crèque, enfant griffonne. Trottoir mouillé. Over dit werk is Mart uiterst bescheiden. Het is nog nooit ergens geëxposeerd en toch, ook dit heeft duidelijk grote kwaliteit. Wat Mark nooit verwacht had, is dat er een lawine aan reacties kwam. En met grote gevolgen, want opeens is de schilder Mart Visser hot. En bestaat het risico dat ze in het buitenland eerder de schilder kennen dan de couturier. Ik schilder gewoon voor mezelf. Als iemand anders s'avonds gaat lezen of een leuke film kijken, ga ik s'avonds lekker naar mijn atelier hier. En ga ik gewoon lekker aan de slag. Een beetje om mijn kop leeg te maken. Dingen uit te proberen met materialen aan de gang. En dat er meer dan 60 mensen waren die de dag na de uitzending hadden gemeld dat ze mijn werk wilden kopen. 3 galleries die zich melden. En nou ja, dat heeft opeens in 3-4 maanden tijd een ontzettende rare wending gekregen. Dus here I go. Here I go. Zegt dat wel, want met dit werk, waarmee zijn Amsterdamse atelier volhangt, daarmee gaat dus opeens van alles gebeuren. Het leuke is dat ik nu ben uitgenodigd door het Van der Togt Museum in Amstelveen. En daar heb ik een totaal overzicht van 7 weken vanaf 17 oktober. En het allerleukste vind ik ook is dat ik derde week juli hang ik in de East Hamptons in New York op de Hamptons Art Fair. En helemaal als klap op de vuurpijl is het begin december op Art Miami in Florida. En dat is gewoon de internationale kunstbeurs. Dus hoe de hel is Mart Visser? I don't know, maar mijn werk vinden ze leuk. Allemaal niet normaal dus. En dan te bedenken dat hij nog nooit een schilderij verkocht had. Dit is zoiets persoonlijks. Ik ben er ook nog steeds niet achter waarom ik alleen maar koppen schilder. Dus iemand zei pas, die kwam hier binnen en zei, het lijkt wel een oude ziel. Iemand anders zegt, ben je zelf alleen maar aan het schilderen? En nou, misschien moet ik een keer een goede psycholoog op loslaten. Dan komt eruit wat het is. En dat alles na dat ene minuutje televisie uit zijn Franse atelier. Het is mooi.